doe je nu? Ik heb een lief. Dat weet je toch? Louise, sorry. Is er iets? Tuurlijk niet. Nee. Dus dat voorstel geldt nog altijd? Van die extra lessen? Jongens, 21 uur, iedereen in positie. Ik moet even naar het toilet, dus als het oké is. Ja, tuurlijk, geen probleem. Blauw. Novak heeft nog geen toegang tot de Crivelli. Rivka zei dat er hier een toilet is. Het toilet is daar. We hebben er boven trouwens ook een. Luister. Ik wil hier vanavond geen vriendinnetjes van Rivka zien rondlopen. Ik heb heel andere dingen aan mijn hoofd. Begrepen? Tuurlijk. Sorry. Waarom bel je mij nu apart? Sam, tijd voor plan B. Plan B? We kunnen Hanna en Louise toch niet aan een lot overlaten. Nee, Noah, boy, het is veel te vroeg. Sam. Plan B. Plan B. Op een doorbraak vanavond. Ik ben zo blij dat ik deze historische avond met zoveel collega's, met zoveel vrienden mag delen. Oké. Nog 10 keer en je bent klaar. Maar Violet, goed bezig. Zo ga je die gemiste lessen wel inhalen. Ja. Nog 1 keer of 2 apart trainen en je bent weer mee. Hela, doorzitter. Het is goed, hoor. Ja? Had ik niet gedacht, eigenlijk. Ik wel. Ja. Ons beginnertje hier had het weer gezien, hè? Kalm, hè? Je zus oplagen. Zij? Mijn zus? Zot? Nee, jongen. Nee, ja, ik... Mijn lief. Boxier. Ah. Ik dacht gewoon, jullie gedragen je als een broer en een zus. Hoort je dat, Babs? Hè? Zus? Stel je voor. Ja, 1 ding moet ik mijn zus hier wel geven. Je hebt talent. Sorry dat ik het nu pas zie. Sorry dat ik het nu pas toon. Kom, het is goed. Tigo, zo laat nog hier? Ja, ik wou mijn gedachten nog even verzetten. En werken aan het nummer van mij en Louise. Louise laat je toch niet alles alleen doen? Nee, tuurlijk niet. Het is alleen
Toch geen ruzie. Ik had al wel gezien dat wat jullie hebben, dat dat speciaal is. Speciaal is het wel, ja. Waarom schrijf je daar niet over? In het beste geval houd je daar een supermooi nummer aan over. Ja, misschien niet zo'n slecht idee. Zeg, we leven in de 21ste eeuw, hè. Pak je smartphone en bel haar. Louise is een verstandig meisje. Wedden dat dat meteen is uitgepraat? Maar misschien is ze bezig met iets. Als ik niet gestoord wil worden, dan zet ik mijn smartphone op stil. Oké, iedereen. Zometeen beginnen we eraan. Dit is het moment waar wij al die tijd samen naartoe hebben gewerkt. We gaan de Crivelli testen. Excuseer. Crivelli gaat vrijkomen. Als Novak hem te pakken krijgt, tenminste. Ik heb de handleiding dus kunnen ontcijferen. Ik heb wat notities gemaakt. We kunnen dus nu de kist met Crivelli openmaken. We hebben geen stenen in ons bezit, dus we maken gebruik van steenkruis om de Crivelli in werking te stellen. Ik zou zelf graag als eerste de Crivelli in ontvangst nemen om de handleiding correct uit te voeren. De kluis wordt nu geopend. Wat een beauty. 9:50. Is de Crivelli uit de kluis? Kan ik dan nu beginnen aan de elektriciteitsdruk? Wacht nog even, Sam. Bijna. Nu. Prachtig. Wat is dat? Ik weet het niet. Ik ga kijken. 1. Max, wat gebeurt er? Ik weet het niet, ik ga kijken! 2. 3. 4, 5, 6, 7. Ik ben weggezet. Ik weet niet wat dit te betekenen had. Rustig, Max. We kunnen gewoon een test uitvoeren zoals gepland. Ik weet het niet. Dit voorspelde niet veel goeds. Jij gaat de kist nu openmaken. Max, ik weet niet wat dat mij direct gaat lukken. Nu! Iedereen buiten. Wacht even door. En toen stuurde Cassie me deze sms. Lief, hè? Ja. Oei, Tante stuurt plots, ik moet weg. Maar merci, het was keileuk. Oh, jammer. Ja, maar we doen het snel opnieuw, goed?
Oké. Dat zou lang duren. Die handleiding is niet gemakkelijk. Die is heel moeilijk geschreven. Jij had die handleiding toch ontcijferd? Daarvoor doen we dat toch allemaal vanavond? Ja, dat klopt, maar ik ben bezig, hè? Jongen, ik zal het zelf... Nee, maar wacht! Die kist is leeg. Waar is dat ding? Geen idee, dat is ook de eerste keer dat ik dat zie. Die kist was nu net ook veel zwaarder. Ja? Hoe verklaar jij dat? Hey, blijven staan! Niemand gaat hier buiten. Ik moet eigenlijk echt naar huis gaan. Zie je wel? Vanaf de eerste keer dat jij hier kwam, wist ik dat er iets niet klopte. Nu net, aan de achterdeur. Wat was dat, hè? Jij blijft hier! Was ik niet duidelijk misschien? Jij gaat nergens naartoe.